Nova Scotia, wat letterlijk vertaald betekent Nieuw Schotland, omdat hier in de loop der eeuwen veel Schotten heen zijn geëmigreerd, is niet alleen bekend door Oak Island en de andere Schatteilanden, maar ook natuurlijk door de Titanic. Want toen de Titanic verging, zijn de mensen die in de reddingsboten zijn gestapt hier aan land gekomen. En het eerste keer dat ze dus hun verhaal deden van de Titanic, wat nu zijn enorme vlucht is aangenomen, was hier in de stad Halifax, waar we nu zijn. En dan nog is er iets anders. En toen ik hier de eerste keer was, was over die affaire waar ik het nu over ga hebben, één boekje te krijgen. Maar er is inmiddels een immense literatuur en ook videobanden zijn er al over te krijgen. Dat is een enorme explosie die heeft plaatsgevonden in 1917. En dat heeft zo'n effect op de mensen gehad dat er nog steeds over gepraat en geschreven wordt. Wij hebben dat onlangs meegemaakt in Enschede. Dus je kunt je voorstellen dat het Enschede, dat is niet zomaar over. En het gaat hier over een ramp die vele, vele, vele malen erger was dan die in Enschede. In het Scheepvaartmuseum hier is er een aparte tentoonstelling gewijd aan de explosieramp van 1917. De haven van Halifax, dat was een coaling station. Dat is heel belangrijk, waar schepen namen daar kolen in om weer verder te varen. In de Eerste Wereldoorlog deed Canada mee aan de Eerste Wereldoorlog in Europa en was dit een belangrijk marinestation. Van hieruit vertrokken de boten met de Canadezen. Er zijn er een paar honderdduizend omgekomen in Europa en de loopgraven vertrokken van hier af naar Europa. Er lagen hier ook heel veel schepen met dynamiet. En op 6 december 1917 toen ontplofte twee schepen met dynamiet in de haven, want die voeren tegen elkaar aan. Natuurlijk zijn er verhalen gekomen dat de Duitsers er verantwoordelijk voor waren, dat het sabotage was. Het is waarschijnlijk gewoon een ongeluk, maar een ongeluk met een ongewone effect. Er zijn bij omgekomen tussen de 1600 en 2000 inwoners. Er zijn 15.000 huizen vernietigd. Een gebied van een paar vierkante kilometer was helemaal niets meer van over, maar volstrekt niets meer. Het is de grootste ontploffing op aarde ooit gedaan voordat de atoombom op Hiroshima viel. Het detonage is daarna nooit meer met een gewone mensenhand overtroffen. Ik heb hier een boekje in mijn hand, dat heet Too Many to Mourn. Dat gaat over een moeder die verloor haar man en 10 kinderen. Man en 10 kinderen. Er staat hier een heel aardig lijstje in, wat je aardig noemt. En dan zie je hier van een bepaalde straat de zwarte stippen. Dit zijn families in de straat, die wonen naast elkaar. De zwarte stippen zijn dood. Zie je dat, hoe ongelooflijk dat is? Bijna iedereen is dood in de Barrington Street hier, waar wij vlakbij slapen. Dus het gebied waar we nu zijn, waar we nu staan, het Scheepvaartmuseum, dat is vernietigd. Hier heb je dan zo'n melancholische toonzetting in de vorm van een grafsteen. Hier zie je dus twee die zijn omgekomen. Die was dus 5 jaar zo te zien en 4 maanden en die was 8 jaar
en 4 maanden zo te zien. 2 kinderen die overleden. De kracht van de explosie die wordt hier wel aardig weergegeven. Dit zijn delen van metalen dingen, van een schip. En dan zie je dat, hoe dat door dat dynamiet uit elkaar werd gehaald. Want dit is dus door de kracht, als je ziet hoe enorm dik dat is, het uit elkaar gereed is door de kracht van ontploffing, dan weet je wat het hier heeft ingehouden. Er zijn nog steeds mensen die kunnen uit de tweede hand verhalen vertellen. En het is nog steeds een hele traumatische gebeurtenis voor de oudere mensen. Die weten het van hun ouders die het hebben meegemaakt. 5,5 kilometer verder kwamen nog schepen neer. Moet je je voorstellen, werden de schepen opgenomen. Die kwamen 5,5 kilometer verder. Baf! Werden die, of een deel van het schip, neergeworpen. Ik vind het zo aardig om dit te laten zien. Maar nogmaals, aardig is een relatief woord. Dat je ziet wat een civiele gebeurtenis, een ontploffing die niemand expres heeft veroorzaakt, wat dat voor een enorme schade in een samenleving kan aanrichten. En deze tentoonstelling is hier dan ook permanent, omdat het deel uitmaakt van de Nova Scotiaanse cultuur. Acadia noemde de Fransen het hier toen ze hier in de 17e eeuw kwamen. En de mensen die ze meenamen uit Frankrijk, die noemden ze Acadien. Maar toen ze hier weg moesten aan het begin van de 18e eeuw, toen moesten ze verhuizen dus naar het zuiden van wat nu de Verenigde Staten heet. Toen heeft het nog even hier in het Engels Acadia geheten en de inwoners Acadians. En je hoort dat nog. Maar toch al gauw kwam de naam Nova Scotia naar boven. En dat betekent Nieuw Schotland. Want dit schiereiland waar ik nu op zit, heet echt Nieuw-Schotland, is nu een staat in Canada. Nieuw-Schotland had je ook Nieuw-Caledonia hebben kunnen noemen. Want de Romeinen die noemden Schotland weer Caledonia, het noorden van Schotland om precies te zijn. Maar helaas, Nieuw-Caledonia kon niet, want er bestond al een archipel, de Pacific, en die heet dan Nieuw-Caledonia. Daarom werd het dus Nova Scotia. Een deel van Canada, en wat mij hier verwondert in Canada, dat las ik in dit boek. Dit heet Oh What a Feeling. Heet het boek. En dat boek kocht ik hier en het gaat over de Canadese popmuziek. En ik wist wel dat er een paar Canadese groepen waren, maar dat er van oorsprong zoveel Canadese werkzaam zijn in de popmuziek, dat wist ik echt niet. Ik wist bijvoorbeeld echt niet dat Paul Anka, dat een Canadees was van oorsprong. Henk Snow wist ik ook niet. Ik wist de Guess Who, een Britse groep, dacht ik. Nee, het is een Canadese groep. De Guess Who, dat zou je toch nooit hebben durven denken. Gordon Lightfoot, Canadees. Buffy St. Marie, dat wist ik dan wel. Neil Young is een Canadees. Joni Mitchell, een Canadese. Er zijn veel meer Canadese popmuzici dan ik dacht. Maar de bekendste Canadese popmuziekgroep blijft natuurlijk voor mij de band. Misschien wel de beste groep aller tijden. De band die ontstond in Canada onder een zekere Hawkins in het begin van de jaren 60. Ronnie Hawkins. Daarna werd het een begeleidingsgroep in Amerika van Bob Dylan en kwam er een Amerikaan bij, Levon Helm, de drummer, die kwam uit Arkansas, is ook een vriend van president Bill Clinton. Ja, die groep ging na Bob Dylan met zichzelf verder, zal ik maar zeggen, en die debuteerde met hun fantastische LP Music
from Big Pink. Ze zijn een kleine 10 jaar samen werkzaam geweest en hun afscheids-CD, hun afscheids-studio-CD, is dit Northern Lights Southern Cross. Die zie je hier. Na 75 zijn er nog andere formaties geweest, zijn ze weer bij elkaar gekomen. Allemaal heel ingewikkeld, ruzie, ellende, noem maar op. Maar dit is eigenlijk, ze zijn zo'n 10 jaar echt goed werkzaam geweest en dit is hun laatste studio-CD. En daar staat op nummertje 5, het nummer Acadian Driftwood. Wrakhout op de Arcadische kust. En daar zijn we dus hier. En dat is een nummer van Robbie Robertson, het genie achter de band. Later ook degene geweest die de band weer juist vernietigd heeft. Maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat nou over de mooie kanten van de band. Dat hij dat fantastische nummer Acadian Driftwood heeft geschreven. Waarin hij beschrijft de geschiedenis van de emigratie op dit eiland. De geschiedenis van zijn eigen ouders. Dus eigenlijk in een liedje probeert te zeggen dat er meer aan de hand is met Nova Scotia dan nou zomaar mensen. De mensen hier hebben een enorme geschiedenis die wereldwijd is. Dan heeft de band in hun muziek veel vaker verwezen naar Canada. Per slot van rekening zijn het voor het grootste deel de Canadezen. Je hebt bijvoorbeeld hun dubbel live CD en die heet Rock of Ages. Genoemd naar een eiland in Lake Superior, een Canadees eiland. Ze hebben een nummer geschreven en gezongen en het heet Caledonian Mission. Dat gaat over de Schotse zending die hier in Canada werkzaam was om mensen, nou ja, te bekeren. Nou is dat nummer waar ik het net over had, dat Acadian Driftwood, dat is een buitengewoon intellectueel nummer van de band. Je ziet in de verloop van die 10 jaar dat ze steeds poëtischer worden en dat Robbie Robertson bijna te poëtisch wordt voor de popmuziek. En ik zal het eens een beetje laten horen hier, want het nummer gaat over dit gebied hier. Ik schrik me steeds rot, maar ik laat nu horen een stukje uit Acadian Driftwood van de band. Hier dus bij hoort. Je hoort ook een beetje Schotse invloed, alsof doedelzakken. Dit is de eerste keer dat de band synthesizers gebruikt in hun muziek. En ze proberen een beetje het Schotse doedelzakgeluid, daar begint het een beetje mee. En het is een beetje raar om het hier te laten horen, maar ik vind eigenlijk dat je muziek moet laten horen op de plek waar het over gaat. Hè? Dit is dus Caledonia. Er zijn meer Caledonia's op de wereld. Ik weet er nog één in de Verenigde Staten, er is er één in Schotland. Heleboel schepen in de 19e eeuw, Britse marineschepen heten zo. Eerste Wereldoorlog is er nog een Caledonia geweest. Volgens mij is er zelfs nu nog een schip, de Nieuw Caledonia. En het betekent dus allemaal Schotland op zijn Latijn. Nou is dit, naar mijn smaak, het leukste Caledonia. Het is ongetwijfeld ook het kleinste Caledonia in de wereld. Het is opgericht door Schotten, dat is zeker. En daar zouden we alles over te weten kunnen komen in dat reusachtige museum daar. Helaas is het museum dicht. We hebben geprobeerd hierheen te bellen, maar de toeristenorganisatie die nam niet op. En die telefoondienst die vertelde ons, er is geen museum. Maar ik wist het, want ik had het in een boekje gelezen. Had ik helemaal moeten lezen, omdat het kwam niet voor het register Caledonia, zo klein is het. Maar er is echt een museum, het North Queen's Heritage House. Dat is midden in Caledonia. Maar natuurlijk is dat museum dicht. Want het is vandaag, het is zondag. En er is geen mens geïnteresseerd in het najaar waarschijnlijk in Caledonia. En toch, naar mijn smaak, gaat het liedje hierover, over dit plaatsje. In wezen is het natuurlijk zo dat het liedje gaat over een meisje Caledonia.
wat er een beetje Schots uitziet, neem ik aan. Maar ik denk eigenlijk dat Caledonia in dit plaatsje hier gesitueerd is. Het nummer ken ik al heel lang. En nu weet ik waar het nummer bij hoort. Bij dit schattige plaatsje en dit schattige museum. Caledonia. Zullen we even mik. Even leuk in het museum gaan kijken. Door het raampje sneaken. Caledonia is her name. Ze heeft grote voeten in het liedje. Ja, ze heeft grote voeten in het liedje. Nou. Omdat we dus niet in het museum mogen, ga ik nu een beetje inzoomen en jullie de bordjes voorlezen die ik binnen kan zien. Dit, kan je me horen, Erik? Ja. Dit huis is gebouwd door Milton Forster Douglas 1826-1899. Hebben jullie dat? Oké. Okay. Hij heeft het samen met de hulp van zijn vader gebouwd, John Douglas. Die leefde van 1791-1870. Hij was, deze man die het huis gebouwd heeft, was dus een carpenter, een timmerman, een boer en hij had ook nog een winkel. Nou, dat is toch interessant om te weten. Andere raam. Heb je het allemaal, Erik? Jo. Laatste bezoeker is hier geweest op 22 september. De bezoeker daarvoor het laatst geweest is 14 september. Of 14 september. Verder zijn er oude spullen, oude radio's, klokken, allemaal oude zooi. Hartstikke leuk museum, alleen mogen we er niet in. Top museum. Caledonia, here I come. Ik ga hier niet meer weg. Nog even over het nummer. Caledonia is een klassieker. Het is geschreven door een man, en ik ben er nooit achter gekomen wie het is, die de onsterfelijke naam Felicie Moore draagt. Hé, nou, ik schrijf liedjes, ik heet Felicie Moore, welkom, goedemiddag, kom binnen. Felicie Moore heeft het nummer geschreven. De eerste versie die ik... Het is gewoon waar, ik kan wel lachen. Felicie Moore. De eerste versie die ik ken, die op de plaat is, is van Louis Jordan uit 1945. Maar naar mijn smaak de mooiste versie ooit opgenomen is het laatste LP die Muddy Waters, de grote bluesartiest, in 1975 heeft opgenomen. Samen met een paar leden van de band met Paul Butterfield. Geniaal, op zijn voetstok. CD, LP, daar staat de prachtige versie. De prachtige, mooie, warme versie van Caledonia. Als jullie nog iets meer willen weten over de geschiedenis van Caledonia, ga ik met veel plezier nog een ander bordje voorlezen. Memories of North Queens. 1997 kalender hangt. Ze zijn 3 jaar achter. Sukkels. En hoe heet er nou de componist? Felicie Moore. Die heeft Caledonia geschreven. Onthoud het, hè? Felicie Moore. Ja, zoals hier in Caledonia, als er geen boekhandel is en het museumpje gesloten, ja, dan is de presentator toch ook een beetje uitgepraat eigenlijk. Dan houdt hij nog maar één archief over. En dat is het archief, dat heet de begraafplaats. En het is prachtig, want hier op de begraafplaats van Caledonia staat een steen. Met hier een maple leaf, dat is Canadees. En daar staat onder rust in vrede. En daar komt dan een naam van iemand en die is afkomstig uit Aberdeen, Scotland. Samen met zijn vrouw en die afkomstig uit Devonshire, Engeland. En hier staat dan weer een Brits tekentje. Maar zoals je ziet, in het begin van de 19e eeuw zijn in ieder geval Schotten hierheen gekomen. En deze Schotten hebben dus hier Caledonia genoemd. Nou, een beter bewijs is er niet dan deze oude, mooie grafsteen midden in Caledonia. Caledonia is her name. She got red big feet. She long lean legged and had nothing to eat. She's my baby. I love her just the same. You know I'm crazy about this woman cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia. What make your big head so hard? I love you. I love you just the same. You know I'm just crazy about this woman cause Caledonia is her name. You know my mother told me. Ik wil dit dus niet. Dat willen jullie. Dat ik voor een lul van een trapje afkom.
Zo'n kietzootje. Want we zijn echt in een enorm kietzootje aangeland. Dit heet l'habitation. En l'habitation betekent de woonplek in het Frans. Want hier zijn de Fransen voor het eerst gevestigd in 1605. Het gekke is dat alle mensen die hier vreemd zijn gekomen, zowel de Fransen als de Schotten, zijn op het noorden van het eiland aangekomen. De Schotten helemaal de andere kant van het eiland, bij Pic Tout. En de Fransen hier, wat nu heet l'habitation, en het is vlak bij het stadje Ennepolis. Dat ligt hier op een schiereiland. In 1605 zijn ze hier aangekomen en in 1613, 7 jaar later, is dit in de fik geschoten door Britten die uit West Virginia kwamen. Uit Virginia om precies te zijn. En er is een Amerikaanse mevrouw geweest voor de oorlog en die vond dat schandelijk, Amerikaanse mevrouw. En die heeft toen geld geschonken en een vereniging opgericht om dit weer op te bouwen in stijl. En men zegt dat de eerste bewoning van de Fransen er echt zo heeft uitgezien als dit. Ja, ik vind het gewoon natuurlijk gewoon een kietzootje. Maar ja, dan zit hier natuurlijk. Want de man ook, die hier ons de kaartje verkoopt, die is verkleed als een soort Fransoos. Ja, weet ik, een soort fantasiedroom met klompen. Daar loopt hij. Je mag wel even naar hem toe. Kom maar hier. Kijk, dan zie je hem vanzelf lopen. Kijk, dan loop je dus van lul. Iemand had enorm van lul. Maar dat weet hij dus niet. Dit is de geschiedenis zoals Canadezen hem blijkbaar willen. Ik wil dit dus niet. Maar we hebben het wel laten zien. Hier is de geschiedenis van Acadie, Acadia, Nova Scotia begonnen. Tenminste, vanuit een westerse standpunt. En daarvoor wordt al geklapt. Want daar is een lezing voor de bielen. Die wordt dan uitgelegd dat dit vals is, maar eigenlijk echt. En die komen daar allemaal uit. Weer een andere man verkleed als een oude soort camembertboer. Die zag ik de deur weer open doen. Nova Scotia is een intrigerende plek op aarde. Ik vind het een spannend stuk van Canada. Het heeft een fascinerende emigrantengeschiedenis. Eerst de Fransen, daarna de Britten, toen de Amerikanen. Het heeft natuurlijk ook een Indiaanse geschiedenis met de Mi'kmaqs, hoewel die wat ondergesneeuwd is. Er zijn nu ook heel veel Indiërs en die zijn hier ook alweer een eeuw. Er zijn al zwarten, die zijn hier alweer zo'n 2 eeuwen. Maar toch blijft het om een of andere reden vooral Brits. Het blijft zo ongelooflijk platteland. Het blijft bluegrass. En ik ken veel Canadezen, inmiddels veel Canadese zangers en veel bandjes. Maar als ik Paul Anka of Diane hoor, dan denk ik toch niet. Als ik dat hoor, dan denk ik niet. Dat gaat over Canada. Canadian Driftwood van de band wel. Dat nummer ben ik nog veel meer gaan begrijpen. Het is ongelooflijk Canadees. En het gaat over hier, over Acadia, waar ik nu ben. Over dat Nova Scotia. De band had altijd al een heel warm plekje in mijn hart. Maar nu heeft de band misschien wel de grootste plek die muziek in mijn hart kan innemen. Per slotverrekening is het een van de allergrootste bands ooit zijn opgestaan in de geschiedenis van de popmuziek. De band. I just love you, baby.